Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben Marilisa en ik ga vandaag uitleggen welke 5 stappen ik zet om mijn cholesterol te verlagen. De manier waarop we erachter kwamen was een klein beetje toevallig, niet helemaal. Maar ik was bezig in de tuin, nieuwe plantjes in het parkje zetten en toen kreeg ik steken. Drukkend gevoel op de borst, ik had moeite met ademen, ik had moeite om rechtop te blijven zitten. En ik had dat toevallig eerder die week ook een keer 's nachts gehad, een paar keer diep zucht, toen ging het over. Maar op die zaterdag ging het dus niet over. Het bleef. En dat vond ik best wel eng natuurlijk. Ik had met de hap overlegd van, goh, kan ik even langskomen? Even checken, wat is hier aan de hand? Voelt niet helemaal chill, zeker wat het bij mijn borst is. I don't know what we're gonna do. En dan krijg je een hele vragenlijst. En in die vragenlijst kwamen de dingen naar voren zoals hart- en vaatziekten zitten aan allebei de kanten van de familie. Zit aan moederskant en aan vaderskant. En vaderskant vrij jong. Ik geloof dat mijn vader ook iets van 2 of 34 was toen hij last kreeg van hartklachten. Dus dat hij bloeddruk verlagen kreeg en dat hij met zijn cholesterol zat. Ook ergens half de 30. En zijn vader was ook al eind 30 en diens vader was dat ook. Dus het zit wel aan de mannenkant. Desalniettemin gingen alle alarmbellen af bij de mensen van de hal. Ook gevraagd naar mijn gewicht. En het is natuurlijk dat hoe zwaarder je bent, hoe meer risico je hebt. En ik heb overduidelijk overgewicht, dat weet ik ook al een tijdje. Maar dat voelde toch minder urgent om daar wat aan te doen, als dat het nu voelt. Anywho, alle alarmbellen gingen af en ik mocht niet zelf naar de hap komen. Ik mocht ook niet gebracht worden naar de hap. Er kwam een ambulance om een hartfilmpje te maken en daar zouden ze dan kijken hoe of wat. Er zijn de kinderen opgehaald door mijn schoonzussen, zijn ze geweest, want ik wilde dus niet dat hun in huis waren. Als de ambulance kwam, ik vond dat veel te veel drama. Gelukkig was er met de ambulance niks aan de hand. Hart klonk goed, longen klonken goed. Hun hadden het over dat het misschien een ontstoken longblaasje of iets was. Of een peesje wat ontstoken was. Maar dat ik dan in de loop van de week moest nakijken. En dat ik voor nu gewoon ibuprofen en paracetamol mocht innemen. Dus dat was op zich een hele grote opluchting. Maar het idee dat er een ambulance moet komen omdat jij niet eens naar de hap toe mag, niet gebracht worden, niet zelf mag rijden, oké, maar niet eens gebracht mag worden, heeft heel veel impact bij mij gemaakt. De beste mogelijkheid die ik had, ben ik ook naar de huisarts geweest om mezelf helemaal te laten uitzoeken. Toen was mijn bloeddruk was helemaal goed, mijn hartslag was goed, mijn longen klonken goed, het was allemaal prima. En dan weet je niet, want ik heb het gewoon nog steeds af en toe, denk wat is er dan? Dus ik had gevraagd om een algeheel onderzoek. Dus ze hebben bloed gedaan, urineonderzoek. Ik was natuurlijk voor de rest al nagekeken. En dan is het wachten op de uitslag. En uit die uitslag, het enige wat ze konden vinden, is dat mijn lage cholesterol, dus mijn LDL-cholesterol, is te hoog. ADL-cholesterol is prima. Maar doordat mijn lage cholesterol dusdanig hoog is, is de verhouding daaruit weg. Heel de juiste verhouding, want als ze uit verhouding vallen, kan je dus inderdaad een hoger risico hebben op hart- en vaatziekten. En omdat mijn LDL dusdanig verhoogd is, kan dat ook verklaren waarom ik midden op mijn borst, een beetje op dat borstbeenpunt, een bepaalde druk of af en toe steken voel. Mijn huisarts heeft besloten is dat ik niet per se gelijk aan de cholesterolverlagers hoef. Ik mag het eerst zelf doen door levensstijlaanpassingen te doen. I like that. Dus ik heb me daar eigenlijk natuurlijk helemaal in verdiept. Dus vandaar deze video met de 5 tips wat ik nu ga doen. Mocht jij zelf een hoog cholesterol gehad hebben en andere tips hebben, laat die dan alsjeblieft in de comments achter. Dan heb ik daar ook wat aan. Dan kan ik daarmee aan de slag. But without further ado, dit is wat ik gevonden heb. Allereerst, en dat is ook wat de huisarts had gezegd en wat ik eigenlijk al wist, is dat ik mijn eetpatroon moet gaan aanpassen. Ik ben hier natuurlijk echt al maanden slash jaren mee aan het zoeken wat werkt voor mijn lijf, wat werkt voor mijn gezin, wat werkt voor mijn levensstijl. En daar moet dus nu blijkbaar meer prioriteit aan gegeven worden. Wel dat ik dan even weer voel van, oh ja, ik moet er echt wel wat aan gaan doen, want mijn broeken zitten weer strak en ik voel me weer zo. Maar niet dat je dan een eetje binnen een week gezond en dan voel je die noodzaak niet meer. Ik kan je vertellen, ik voel hem nu wel. Dus ik ben er ook echt weer goed mee van start gegaan. Ik heb me eigenlijk weer aangemeld voor Project Gezond. Project Gezond is een app waarmee je eigenlijk wekelijks gewoon een weekmenu krijgt met een boodschappenlijstje. Waarin je gevarieerd volgens een schijf van 5 kan eten. Zoals de app werkt is je voelt je lengte in, je gewicht in, hoe vaak je in de week wil sporten. En dan krijg je eigenlijk een soort van basismenu. Dat is dan op een bepaalde hoeveelheid calorieën. 1500, 1800, 2000 volgens mij of 2100. Daaruit word je dan ergens, word je daar in een van die 3 stromen wordt je geplaatst. Omdat het dichtst bij komt bij
jouw calorieën en dan een beetje naar beneden, zodat je daarvan gaat afvallen. En voor mij is dat gewoon een soort van basismenu. Dus ik kan dan zien van, hey, dit is een gevarieerd eetpatroon. Hier ben je niet afhankelijk van eiwitpoeders of repen of producten van een ander. Maar puur dingen die je allemaal in de winkel zou kunnen kopen. En ik gebruik het dus echt als een basismenu. Omdat als je het allemaal in je fitnessspel gaat invoeren, dan zie je dat je vrij weinig eiwit uiteindelijk binnenkrijgt. Als je gaat uitrekenen, zou ik zo rond de 130 eiwitten moeten krijgen. En ik zit misschien tussen de 60 en de 70 als ik het eetpatroon zou volgen. Plus dat ik sommige dingen ook echt wel gewoon veel moeite vind. Ik vind het veel moeite om kipcaddy zelf te gaan maken. Om op een toastje te eten voor het avondeten. Ik kijk naar het menu en dan denk ik, wacht, dat kan ik nu pakken. Tot nu toe merk ik dat het basismenu volgen mij in ieder geval meer groente en fruit oplevert. Omdat je bijvoorbeeld 's ochtends bij je yoghurt en kiwi moet eten. En normaal at ik wel yoghurt en dan deed ik er eiwitpoeder in. Maar dan ga ik niet nog eens een peer of een banaan of een kiwi of een appel erin doen. En omdat het nu daar staat, doe je dat dan toch wel. Het zorgt er ook voor dat ik regelmatig eet. Omdat je 's ochtends een snackje hebt, 's middags een snackje en 's avonds een snackje. En normaal gesproken deed ik dat ook wel. Maar dan was ik meer aan het grazen. Ik deed de hele dag door een snackje pakken of een appel pakken of een koekje pakken of een eiwitreep eten. En nu heb je eigenlijk gewoon meer vaste momenten. Dus dat is natuurlijk hartstikke goed. De volgende stap die ik met mijn voeding zet is dat ik bepaalde producten ga wisselen voor de gezondere variant. Dus voor een vezelrijke variant of voor een volkoren variant. Bakboter wissel voor olijfolie, want olijfolie is ook heel erg goed. En doordat ik mijn eetpatroon dusdanig aanpas, heb ik ook gewoon meer vezels. Zeker omdat ik meer volkoren producten ga gebruiken en ook gewoon meer fruit en groente eet. De tweede stap die ik gezet is dat ik mijn beweging langzaam omhoog ga zetten. Ik merk dat ik heel erg snel val in het patroon dat ik vind het als ik ga sporten dat ik het gelijk weer 4-5 keer in de week moet doen. En eigenlijk red ik dat niet. Is dat gewoon om te lange duur niet vol te houden. Omdat het dan nog niet een hele goede gewoonte is. Ik had natuurlijk dat ik een hele goede flow zat. Dat ik 's ochtends voordat ik naar mijn werk ging sporten. En dan zette ik de wekker om 4:15. En dan ging ik vanaf 4:15 tot 6:45 sporten, douchen en dan de kinderen uit hun bed halen en zorgen dat ik op tijd aan mijn werk was. Dus mijn dagelijkse routine is veranderd en daardoor is ook mijn sportroutine veranderd. Ik ben er eigenlijk ook een beetje van geschrokken dat het allemaal zoveel zeer deed dat ik eigenlijk niet echt durfde. Want iedere keer als ik ook maar een klein beetje mijn hartslag omhoog duwde, dan voelde ik het weer. Dus ik heb nu voor mezelf besloten dat ik mijn ringen voor iedere dag vol moet maken met stappen. Ik sta nu op 12.000 stappen per dag. Gewoon om in beweging te blijven, dat betekent dat ik s'avonds ook de honden uitlaat, dat ik overdag eens een extra rondje loop. Hij geeft een signaal als ik te lang zit, want natuurlijk zitten is het nieuwe roken. En geef mezelf even de tijd voordat ik weer echt ga sporten. Ik hoop dat ik dat misschien volgende week of zo kan oppakken. En dat ik dan gewoon van mezelf één keer op de loopband moet staan en één keer een gewichttraining moet doen. En het dan gewoon puur doen om mijn lichaam te laten bewegen en niet ga doen voor spieropbouw of afvallen. Het is al een paar keer aan bod gekomen, maar de derde stap die ik echt moet gaan zetten is dat ik moet gaan afvallen. Op dit moment weeg ik 15. Op dit moment weeg ik 15 kilo zwaarder dan mijn maximale ideale gewicht. Volgens je BMI heb je een range van zoveel tot zoveel. Dat is een range van 10 kilo waarin je een normaal gewicht zou hebben. Nou moet ik zeggen dat ik aan de onderste kant, ik geloof niet dat ik het ooit gewogen heb na groep 8. Ik denk het niet. Ik ben wel een keer heel dichtbij geweest weer, maar toen ging het ook niet goed met me. Dus mijn doel is om in ieder geval richting mijn max ideale gewicht te komen. Dat is dus 15 kilo nog. En ik denk dat ik dan best wel weer heel veel goed in mijn vel zit. Ik kan niet in één keer 15 kilo verliezen. Want zoals de meeste van jullie weten, gaan we volgend jaar trouwen. Ik heb al een jurk uitgezocht. En die kunnen maar 2 maten kleiner gemaakt worden. Maar ik kan wel heel dichtbij in de buurt komen. Plus het doel is om in ieder geval voor de bruiloft 10 kilo te verliezen. En dat is hartstikke mooi, want voor iedere 10 kilo die je verliest, zou je LDL cholesterol 0,2 millimol naar beneden moeten gaan. Dat is ongeveer wat onderzoeken laten zien. En dat zou al heel veel schelen natuurlijk, zeker als je ook je voeding en je stappen en zo gaat zetten. En 10 kilo is iets meer denk ik als 2 kledingmaten. In mijn geval vaak is dat 2 kledingmaten. In mijn geval, toen ik 10 kilo lichter woog, was dat denk ik ook een kledingmaat of 1,5-2, gezien hoe mijn verhouding loopt. En dat is het maximale wat ik kleiner mag worden voor de bruiloft. Want ik heb de jurk dus al uitgezocht en die kunnen ze maar 2 maten kleiner maken. Dus daar moeten we een klein beetje mee gaan spelen. En gaan zoeken dat we en gaan zorgen dat de jurk niet veel kleiner als dat gemaakt moet worden. De bruiloft is over 13 maanden.
Dus dat betekent dat ik 10 maanden heb om 10 kilo af te vallen. Want daarna wordt de jurk gemaakt op maat en dan mag ik eigenlijk niet meer verder veranderen. En dan kunnen we altijd na de bruiloft nog kijken. Maar ik denk dat 10 kilo echt wel een heel verschil gaat maken voor hoe ik mij voel in mijn lijf. Het vierde punt waar je op moet letten als je aan je cholesterol wil werken is de hoeveelheid stress. En dit vind ik een hele lastige. Want hier struggle ik echt al jaren mee. Hoe ga je stress verminderen? Dat is gewoon... Weet je, we moeten allemaal gewoon werken voor onze centjes. We moeten allemaal zorgen dat de kinderen overal naartoe komen. Dat ze naar school gebracht worden, dat ze eten, dat ze drinken, dat ze gewassen worden. Dat ze kleding hebben, dat ze naar hun voetbal kunnen, met hun vriendjes kunnen. Je snapt het. Als moeder heb je het sowieso al druk. Hoe ga je dan zorgen dat je stress vermindert? Nou, zitten wij ook in een samengesteld gezin. Dus je hebt ook met exit te maken, met omgangsregelingen. Met daar mag iets wel, daar mag iets niet. Die kinderen komen terug en... Die moeten een soort van gereset worden, omdat ze weer aan jouw regels en aan jouw huishouden moeten wennen. Het is gewoon stressvol. Je kan het niet leuker maken als het is. Het is gewoon wat het is. Dat gezegd hebbende, heb ik wel een aantal dingen gevonden die een klein beetje voor mij helpen. Eén is dat ik nu natuurlijk mijn eigen tijd weer in ga delen. Dat ik niet meer afhankelijk ben van een werkrooster. En dat merk ik alleen al aan mijn gemoedstoestand. Dat dat heel veel scheelt. Dat ik niet meer die kinderen in alle godvergeten vroegte naar een gastouder moet brengen. Dat ik niet hoef uit te leggen van nee, morgen kan je niet spelen, want mama is aan het werken en je gaat naar de gastouder. En dat ik niet hoef te discussiëren van ga je thuis eten of ga je daar eten. Of, in principe werk ik alleen onder schooltijd nu. En dat helpt heel erg veel voor mijn stresslevel. Wat ik verder nog probeer is, en dat is zeker nu, vandaag toevallig schijnt het zonnetje niet, maar het zonnetje nu... Maar dat het weer nu wat beter wordt, waardoor ik ook mezelf verplicht om wat meer naar buiten te gaan. Dat doe ik door bijvoorbeeld even de honden naar buiten te doen. De oudste hond die loopt eigenlijk altijd buiten, die loopt altijd over het erf. De jongste kan dat niet, die loopt dan weg. Dus wat ik nu voor mezelf doe, is dat ik dan een paar keer per dag met haar naar buiten ga. Dat zij met die oudste hond kan spelen, de plasje en alles kan doen. En even rond kan rennen. En dan loop ik ook even een rondje door de tuin. Ik ben nu een moestuintje begonnen. Superleuk. Dus dan kijk ik even met mijn moestuintje hoe dat ervoor staat. Ik loop even een rondje, ik pluk wat onkruid weg. En ik kijk even bij de eendjes in de vijver. Echt even een klein momentje. Al het is soms maar 5 of 10 minuten. Gewoon in de tuin staan. En ik merk dat dat ook echt een soort van rustpunt is. Dat je niet continu gaat doordraven en maar doorrennen. Dan nog meer om een klein beetje mijn stress te verminderen. En dit klinkt een beetje vaag. Maar het is de Happy Journal invullen. Dit doe ik iedere avond. En dit doe ik echt al sinds, zullen we even spieken wanneer ik hiermee begonnen ben, 4 januari. En dat is echt iets heel simpels, ik zal even een lege bladzijde pakken. Je vult gewoon iedere dag 1 bladzijde in en daarin staan vragen als wat maakt jou vandaag gelukkig, wat zijn de leuke dingen die zijn gebeurd, waar ben je dankbaar voor, wat ben ik, dus I am, nou ja, ik ben gezond, en je gaat dingen opnoemen en... De onderste vraag is iedere dag een beetje anders. Dus het is bijvoorbeeld, waarom was ik vandaag goed bezig? Of waarom kreeg ik vandaag energie van? Het is een soort van reflectiemomentje aan het einde van de dag. Het duurt 5 minuten om het in te vullen. En ik merk dat je daardoor ook een beetje de dag positief afsluit. Of in ieder geval positief gaat bekijken. Natuurlijk zijn er dingen die ruk zijn op een dag. Of die gestrest waren. Of dat je denkt van verdorie, waar... Doe allemaal gewoon eens even normaal. Dat idee. En dat vergeet je. Omdat je alleen maar op de positieve dingen moet focussen. En wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus ik ben heel erg blij met deze. Ik zal hem ook even onderin linken als je hem zelf wil gebruiken. Ik vind het een hele fijne afsluiting. 5 minuten ligt op mijn nachtkastje. En daardoor zie je alles wat positiever in. En ik merk echt verschil met vorig jaar. Dat nu ik het consequent doe. Dat je ook overdag steeds meer op de positieve dingen gaat focussen. En als allerlaatste wil ik het hebben over de vitamines die ik daarvoor inneem. Ik neem iedere ochtend rhodiola in. Dat zit bij een combinatie van kruiden. Bij Adaptive Genetics heet het volgens mij. Deze nam ik al een tijdje in. Maar bij mijn onderzoek van goh, wat kan ik doen om mijn cholesterol te verlagen, kwam ik de rhodiola tegen. Dacht ik, hey, dat ken ik. En dat zit dus in een bepaald vitamine. Of het zit dus in een bepaalde kruidensupplement dat ik wel eens inneem. Dus die ben ik nu wat regelmatiger gaan innemen. Zit gewoon iedere ochtend in mijn doosje. 1 dingetje. Samen met nog een paar andere kruiden die daarbij horen. Dan neem je om je weerstand te verhogen tegen fysieke, chemische en biologische stress. En dat was net even die dingen waar we aan wilden werken. En je moet stressvermindering doen.
Dus dit helpt om je reactie daarop, om het stress niet op te slaan, om het niet op te wekken. Om het rustig te houden. En ik neem iedere avond voor het slapen rode gist in. Rode gist is een natuurlijk supplement dat werkt als een cholesterolverlagend tabletje. Een beetje hetzelfde effect. Dus die neem ik iedere avond in. Daar moet ik een kleine kantnotitie bij maken. Want het kan dus zijn dat je daardoor extra energie verliest. Omdat er dus een stofje in zit wat ervoor zorgt dat je je energieverbinders, waardoor je energie kan transporteren in je lijf. Hè, je mitochondriën die in je cel zitten, je fabriekjes in je cellen, gaan daardoor trager werken. Dus ik heb daarin overlegd en je zou kunnen kiezen voor rode gist met Q10. Dat zou dan daarvoor helpen als je heel wat minder energie hebt. Voor nu heb ik besloten om de gewone normale rode gist te nemen. En te zorgen dat ik voldoende slaap. Omdat ik dat nu kan doen gezien mijn werkomstandigheden. Dat ik niet meer om 4:15 op hoef te staan. Om nog te kunnen sporten en de kinderen weg te kunnen brengen. En dat ik om 7:00 ergens moet staan of om 8:00 ergens moet staan. Ik kan redelijk mijn eigen tijd indelen. Dus ik probeer nu gewoon meer te letten op dat ik aan mijn 8 tot 9 uur slaap per nacht kom. En dan even kijken hoe dat gaat. En er zijn wel dagen dat ik me wat moeier voel. En dan denk ik, oh, ik moet vanavond eerder naar bed. En dan sla ik het tabletje even over. En dan voel ik me de dag daarna weer herboren. Maar ik probeer dus op die manier eventjes af te testen. Slaap ik nodig heb. Of mijn rode gist daar inderdaad veel werking bij heeft. Want ook slaap helpt bij het verminderen van stress. En van de effecten van stress op je lichaam. Dus dat is ook gewoon een belangrijk om in de gaten te houden. Dus voor nu wil ik het een beetje op die manier proberen af te stemmen. Natuurlijk zijn er nog veel meer stappen, zoals stoppen met roken, stoppen met alcohol drinken. Allemaal dingen die ik eigenlijk al niet deed. Dan zijn dat dus ook twee dingen waar je aan kan werken. Dat was het voor nu van de stappen die ik op dit moment zet. Mocht je nog tips of adviezen hebben, laat het dan in de comments achter. En dan ga ik er zeker mee aan de slag. Want ik doe veel liever mijn levensstijl aanpassen dan aan de rest van mijn leven aan de tabletten zitten. En als dit een voorbode was van hoe hart- en vaatziekten pijn doen, then I don't want any of it. Dus ik ga er zeker aan de slag. Ik hoop dat jullie deze video interessant vonden. Als dat zo was, geef deze video een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot in de volgende video. Doei!